Op een zonnige dag in het prachtige Den Haag op visite bij Miranda, shamaan Miranda. Ik moet je zeggen, ik kom vanuit de non-dualiteit. En daarin kregen we regelmatig opmerkingen van je moet dus met een shamaan gaan praten. Want daar zijn heel veel raakvlakken. Wat is een shamaan? Wat doet een shamaan? Nou, een shamaan zelf, ja, er zijn verschillende vormen van shamanisme. De een doet het met rituelen. Ik doe totaal geen rituelen. Eigenlijk helemaal niets. Ik stuur alleen maar, het gaat met mijn ogen dicht. Ik stuur energie. Je haalt energie weg, weet je, wat negatief is. Je haalt alles wat je in je systeem hebt zitten, haal je weg wat negatief is. En alles weer wat positief gereset moet worden. Dat doe ik eigenlijk naar iemand. Ja. Zonder aan te raken. Alleen puur met energie sturen. En energie gewoon weghalen. Dus je krijgt hier denk ik dan veel mensen die bijvoorbeeld burn-out zijn of zo? Ja. En is het je soms niet te veel, denk ik dan? Het is geen baan van 9 tot 5 nee. Of zo. Ook niet de hele week. Want ik heb echt best zwaar gevallen ertussen zitten. En echt zwaar GGZ, zeg maar. En het is te behandelen. Dat is wel heel mooi. Ook autisme en dat soort dingen. Je ziet mensen eigenlijk ook, weet je, heel vaak met lijnen in het gezicht. En dan heb je zoiets van, als je ze hebt behandeld, dan de ogen gaan heel vaak dof. En dan gaan ze naar beneden toe. Dan die ogen, die schijnen gewoon al helemaal, weet je. Dat een heel stuk haal je al bij de eerste sessie meteen weg. Ik doe nooit de intake. Dus ik wil ook eigenlijk helemaal geen voorinformatie hebben. Dus meteen beginnen. Ik krijg gewoon heel veel in de symboliek, krijg ik door. En het resultaat is dus, ja, wat moet ik weghalen? Ja. En voor wie is, hoe kwam shamanisme op jouw pad? Laat ik het zo vragen. Jouw vader was hier ook al mee bezig. Ja. En heeft hij jou dan ook eens behandeld of zo? Hoe leerde jij het kennen? Volgend jaar is het bijna 20 jaar geleden dat we samen een praktijk begonnen. Hij is dus als shamaan en ik met natuurgeneeskunde, met bioresonantie en elektroacupunctuur. En ik had nog helemaal geen gaven, maar mijn moeder die overleed in 1999. En ik voelde 2 weken voor haar overlijden, voelde ik hoofdpijnen van mensen. En de dag dat ze overleed, toen had ik ook praktijk met mijn vader. En dan had ik mensen vast, en dus om dus te voelen, dus, weet je, dan doe je zo'n meetpunt bij elektroacupunctuur. En plop, ging alles van mensen, alles van de organen, gingen in mijn lichaam zitten. Dus toen begon het helder voelen. Dat ik zoiets, wat is dit? Ja. En ja, dat is in de loop van de jaren steeds sterker geworden. Helder zien kwam erbij, helder weten. Helder zien had ik niet veel zin in. Dus ik schoof het elke keer weg. Ja. En elke kwam naar me toe. En ik zei, nee, wil ik niet. En ja, helder zien is toch iets anders. Op een gegeven moment had ik zoiets van, oké, als het zo nodig moet komen, laat het maar komen. En toen kwam het helder zien erbij. Ja, want ik zag zelfs artikelen in de Telegraaf staan hierover. Heb jij politie geholpen of zo daarmee? Of? Was een zaak in de Telegraaf. Die haalde me toen uit op naar Madestein toe te gaan. En ja, weet je, dat is net als, je kan dat soort dingen kan je zien. Wat er gebeurt, wat er is gebeurd. Dus dat, ik zag toen uiteindelijk waar die auto in het water is gegaan. En waar uiteindelijk dus het lichaam is gevonden. Waar die auto uiteindelijk is gevonden. Ja, de auto is gevonden met de persoon erin. En wat er heeft afgespeeld. Voor de rest heb ik er niks meer van gehoord. Nee. Maar hoe verklaar jij dat dan? Dat jij dat wel allemaal zo ziet en de gemiddelde mens niet? Ja, weet je, het is op een gegeven moment, ik heb nooit verwacht dat. Kijk, ik ben natuurlijk met een Joodse getuige achtergrond. Dus het is, mijn opa was natuurlijk weliswaar ook dat hij heel sterk spiritueel was. En ja, spiritist noemden ze dat in die tijd. Dat mocht op een gegeven moment niet meer vanwege het geloof. En ik weet wel van die verhalen allemaal dat hij dingen alleen maar een voorwerp zag en al wist wat het van ja, wat de mensen mankeerden, wat er aan de hand was, wat er was gebeurd met die mensen. Daar ben ik wel mee met die informatie grootgebracht. Maar voor de rest was natuurlijk alles nat dan. Maar ja, hoe dat kan. Ik heb wel iets gezien. Ik heb jaren een beurs gedaan, ook met mijn vader samen. En als mensen toen vroegen van joh, kan je dingen in de toekomst zien, had ik zoiets van. Doe normaal, weet je. Kan niet. Denk hyperfiguren, weet je. Ja. Dat is het geintjes. Maar ik heb best mijn, ja, toch wel kritische kant over het paranormale bij moeten stellen. Want mijn vader kon natuurlijk, die hield dus op de bank, hield die mensen vast bij de handen en de voeten. Dan voelde hij aan de reflexzones, dan voelde hij gewoon de warmte in zijn handen dat gaan. Ja. En dan voelde hij dus wat die mensen mankeerden. Dus ik wist dat het gewoon bestond. Maar het was omdat het mijn vader was, maar voor de rest nam ik het nooit zo serieus. Ja, maar het lijkt me zo lastig, want je hebt ook kinderen. Hè? Stel nou, een van jou, bijvoorbeeld je zoon komt thuis van school met een of ander lulverhaal van
ja, mijn huiswerk kwijtgeraakt. Jij weet al beter. Ja. Liegen is uitgesloten bij jou, denk ik. Exact. Ja. Dat, is ook, dat lijkt me ook best wel eng om dan bijvoorbeeld jouw partner of familie te zijn. Want ik kan jou niet voor de gek houden. Ja, maar kijk, aan de andere kant hebben ze er ook weer een positief iets aan natuurlijk. Kijk, als op een gegeven moment, als er iets is, dan kan ik zeggen van, joh, die toets moet je gewoon beter leren. En er zijn een aantal punten waar je goed naar moet kijken. En ja. Zo komen ook studenten hier. En dan kan ik zo zien van, daar en daar, dat zijn je minpunten. En daar moet je echt op gaan zitten. Ja. Dus dat, ik weet ook, ja, ik kan ze voor informeren hoe mensen gaan reageren. Hoe ze bij een presentatie, weet ik van wat, ja, hoe ze dat ook moeten gaan brengen. Ja. Wat exact, dan hoor ik ook echt exact waar ze dan op moeten gaan letten. En dan kan mijn man op zijn ja, wetenschappelijke manier weer zeggen, ah, nee joh, weet je, en die ziet het in zijn ratio. Maar mijn ratio is volledig uitgeschakeld. Ik leef totaal nooit meer in ratio. Ja. Het denken is volledig helemaal weg. Kijk, maar dat maakt het interessant, want in non-dualiteit wordt heel vaak gesproken over inderdaad, dat het denken de zaak eigenlijk alleen maar vertroebelt. Hè? De wat-als-gedachtes, de als-maar-niet. En dat je daardoor eigenlijk niet in contact staat met nu, hè? Met alles wat er voorhanden is aan signalen. Een van je boeken heet ook, even kijken, het leven vanuit het loslaten van al. Bedoel je daarmee ook het loslaten van wie je bent, alle ideeën wat je over jezelf hebt? Die heb je niet eens. Die heb je niet. Uiteindelijk heb je die niet eens. Weet je, van mij, mensen die, soms zeiden we wel eens een keer, zeg, ja, jij voegt echt toe aan iemand, weet je. Je doet iets voor iemand omdat je sjamaan bent. Ik denk, ja, weet je, iedereen voegt iets toe aan een ander. Maar wie je bent, wat het is, ja, je leeft eigenlijk in het nu en het morgen, maar niet gepland. Ik ben nooit ergens echt mee bezig, weet je. Nee. Dat ik zeg van, nou, dat is nou een target of dat verdwijnt eigenlijk helemaal. Sowieso heb ik het eigenlijk niet eens echt gehad, maar... Je ziet bij mensen die gewoon dingen die ze heel belangrijk vonden in het leven, dat verdwijnt. Ja. En hebben wij daar controle over, Miranda? Je bedoelt om het te gaan loslaten of? Nou, om het te sturen op een bepaalde manier. Dat willen we graag. Hè? Ik wil het idee hebben dat ik mijn leven onder controle heb. Nou, het probleem is dat heel veel mensen die proberen dit te doen in yoga. Ze affirmeren. En ik zie heel veel mensen in al die jaren dat ze van alles goud ook hebben uitgegeven aan cursussen en... Ja, het helpt me niet. Nee. Op de een of andere manier kan je niet de psyche gewoon, wat je al meemaakt vanuit je jeugd, kan je niet weghalen om dat te vergeten. En je gaat continu vanuit triggers, vanuit het verleden, ga je in de déjà vu's, ga je continu herhalend reageren. Ja. En op die manier trek je continu hetzelfde aan. Nou, en dat is wat ik dus met die sessies doe, dat haal ik dan weg. Dus het herhalende gedrag, dat verdwijnt. Ja. Hoeveel sessies zijn daarvoor nodig? Het ligt eraan wat je hebt meegemaakt. Kijk, kinderen die hebben vrij, die, laat ik zo zeggen dat ze dan niet echt heel zwaar zijn, maar die zijn echt heel snel opgeknapt. Maar sowieso bij de eerste sessie heb je al zoveel dat alles in gang gaat. Je hoeft er ook niks voor te doen. Hè? Ik noem altijd, dit zijn sessies voor luie mensen. Ja. Weet je, in die zin, je hoeft er niks voor te doen. Het resoneert gewoon door. Dus al kom je één keer en je komt niet meer naar terug, dan blijft het toch nog door resoneren. Alleen een bijwerking hiervan is dat als je op gegeven moment zo'n sessie hebt gedaan, iets wat je echt heel lang te bak van hebt, dat gegeven moment, bloep, dan kan je een trigger krijgen. En al het lees je iets, al zie je iets, ga maar door, iemand zegt iets tegen je. Ik zeg altijd, nou, je hebt al die tijd gewoon Russisch gesproken, want iedereen ging maar over je heen blijven lopen. En dan in één keer, pang, kan het eruit komen. Met het resultaat dat mensen in één keer zoiets hebben, normaal gesproken zou je dus echt een hele tegenreactie krijgen, maar... Aangezien de energie is veranderd, en ik zet je ook in een ander energieniveau, daar blijf je ook in. En het resultaat is dan, is ook positief hoor, dus niet negatief. En het resultaat is dat je dus die reactie die je terugkrijgt, is van oké. Maar dan zie je dat mensen in je omgeving ook meedraaien. Positief. Positief. Maar het kan dus ook misschien zijn dat je al denkt, nou die baan, daar ben ik nu echt wel even klaar mee gewoon. Zie je veel veranderingen optreden bij mensen? Grote veranderingen? Mensen die, kijk, ik doe zeg maar een basis. Dat is dus dan ook de eerste keer doe ik een beschermlaag energetisch om je heen. En dus dat wat normaal binnenkomt bij je, dat gaat dan langs je heen. Ja. En dan heb je zoiets van, joh, laat maar. Dat is eigenlijk wat je steeds meer gaat krijgen, laat maar. En bij de tweede keer, dan ga ik naar je kern toe.
voor mij is het echt als je zegt, nou, de kerngedeelte zit eigenlijk niemand die eruit is. Je zit er helemaal opgesloten. En dat ligt ook maar net aan hoe je, ja, wat heb je meegemaakt. Dan gaan we die openen. En dat betekent ook weer van wat is het probleem en wat moet ik dan weer weghalen. En dan zie je gewoon dat je vanuit je kern gaat praten en leven vallen. Uiteindelijk ga je doorresoneren en dan merk je al dat je op je voorhoofd, voor mij zeg ik het de zesde chakra, maar weet je, het is het niet, ik werk niet zo echt met chakra's, snap je? Mm-hmm. Maar dit is voor mij puur het gedeelte van het zijn. Wat wil je in het leven? En dan zie je studenten die zoiets hebben van, die studie vind ik helemaal niks meer aan. Weet je, je neemt beslissingen, ook met je werk, daar ben je klaar mee. Uiteindelijk merk je dat je dan weer doorresoneert. Dan heb je zoiets van, ik zit vast, ik wil eruit, ik wil het verleden kwijt. Mm-hmm. Al die oude patronen. En dan laat ik je symbolisch, het klinkt misschien raar, maar echt op je hoofd, boven op je hoofd, op je zevende chakra, als op je adersnest, echt als een adelaar uitvliegen. En dan merk je echt die rust, ga je eruit. En niet, die gaat niet je lichaam uit hoor, maar je blijft gewoon volledig in jezelf. Maar het is gewoon dat stuk, dat is het eerste stuk van het leven vanuit loslaten van al. Ja, zo heet het eerste boek. En het tweede boek heet Leven vanuit voltooid verleden tijd. Ja. Dat vind ik ook een mooie titel. Want leven wij dan over het algemeen allemaal nog zo in ons verleden? Zitten we dan nog maar in wat jij zegt, alles te herhalen wat ons al 100 keer eerder is overkomen? Zonde. Helaas. Ja. En er komen ook behoorlijk wat waterlanders tevoorschijn, denk ik. Hè? Dat mensen... Ja, ik heb tissues in de afvalbakje staan. Ja. En gelukkig hou ik altijd mijn raam dicht, want mensen kunnen best heftig. Ja, er komt echt alles eruit. Hè? Het kan ook zijn dat ze gaan zitten en plop, meteen de energie voelen ze gewoon, weet je. Dus dat gaat meteen, gaat de stroom. Ja. Dus ja, omdat ik ook 1-op-1 gewoon werk, al zitten ze hier met z'n 2 of 3 op de bank, dat maakt ook niet uit. Voor mij, ik ga met mijn ogen dicht en dan krijg ik meteen de energie door van degene die echt het nodig heeft, weet je. Ja. En moet ik dan naar de tweede gaan, dat maakt ook niet uit, dan ga ik weer door. Dus ik hoef niet te switchen van mensen moeten apart zitten. Maar dan komen inderdaad veel emoties. Maar ook het mooie is, omdat je dan meteen het loslaat. Het is niet het ontladen alleen maar, want het zou hetzelfde zijn als sporten. Ja. Het is ook maar een momentopname. Maar dit is meteen, ben je het ook kwijt. Ja. Had jij zelf wel eens gehoord van de term non-dualiteit? Nee, eerlijk gezegd niet. Okay. Ik zie het wel, de laatste, denk ik, 2-3 weken heb ik het 2-3 keer voorbij zien gaan. Op Facebook. Maar... Ja, we werden getipt door een van onze podcastluisteraars om jou eens te gaan spreken. Dus hier zitten we. Nog even naar dat helder voelen. Hè. Stel, ik heb een groot stuk verdriet. Wat ik eigenlijk gewoon weggeparkeerd heb. Hè? Dat blijft dus voor jou niet verborgen. Ook al zitten wij samen een film te kijken. Voel jij dat altijd? Of moet je daar echt een soort van even voor gaan zitten met iemand? Ik had er in het begin had ik er meer last van. Dat ik echt, ik stond bijvoorbeeld bij de stoplicht, weet je. En ik denk, wow, pijn in mijn benen. Dan keek ik naast mijn slatijntje, dus met stokken. Dat soort dingen. Ja. En dan baal je echt als een stekker van. Dat je continu al die gevoelens hebt. Als ik bijvoorbeeld werk, kan ik al de avond van tevoren, kan ik allerlei klachten krijgen. En of bijvoorbeeld, vooral in de ochtend, voordat ik moet gaan beginnen, dan kan ik allerlei klachten krijgen van die mensen die komen. En dat zijn echt geen leuke dingen. Dus het is wel heel mooi en fijn om te weten dat je, ja, je kan gewoon iemand scannen. En ook vooral psychisch natuurlijk is heel sterk. Mensen die weten dat ze wel ergens mee zitten, maar ze weten niet wat. Ja. En ik kan tap. Altijd kijk, een psyche bestaat een probleem nooit uit 1 probleem. Het staat uit meerdere. En ik kan ze er zo uithalen. Maar het vervelende is wel dat als ik dan ga ik met de vriendin eten, dan ja, weet je, met mijn gezin heb ik eigenlijk helemaal geen last van. Maar met anderen heb ik er wel last van. Heb je nu, als je zo tegenover mij zit, zie of voel je iets dat je denkt van. Nee, die dat... gozer die worstelt nog met zijn vader, weet ik veel. Ja, dan moet ik weer eigenlijk nu zit ik eigenlijk omdat we nu zo hier over praten op een andere frequentie, maar ik kan dat wel dat betreft wel een stuk afsluiten. Ja. Maar ga ik echt rustig zitten, dat ik zeg van joh, we gaan rustig praten, dan gaat al mijn shamaanse kant aanstaan. Zo noem je dat, ja. Ja, en dat zit, maar die is eigenlijk helemaal niet uit te zetten. Maar je voelt niet nerveus aan, dus dat betreft, anders zit ik hier te trillen op mijn stoel. Ja, dan slaat dat echt over. Ja, dan ga ik echt zitten. Kijk, naar mijn idee komt het toch wel een beetje rustig over. Ja, nou, ik 2 dingen toen ik jou net zag. Ik zag toen ik binnenkwam heel veel liefde. Dat is een of andere, weet ik niet, gekke sensor die daar bij mij in zit.
En waar ik net of zelfs een beetje van schrok is toen je je leeftijd zei. Ik dacht dat je echt mijn leeftijd was. Ik ben 41, maar je bent 51. Ja. En dat valt me zo vaak op met mensen uit spiritualiteit die ik interview. Het lijkt wel alsof de klok ook letterlijk bij die mensen stil is blijven staan. Omdat je niet meer zo bezig bent met zorgen maken over de toekomst, verleden. Je ziet een soort klaarheid in het gezicht. Ja, maar weet je, het verschil zit erin dat mensen die eigenlijk het grootste, ja, de gros van de mensheid, die dan, ja, welke vorm van spiritualiteit, dat ligt er maar net aan, maar is bezig met het vergaren, snap je? Ik vergeet nooit dat mijn vader ooit zei van, ik heb bereikt wat ik wilde bereiken. En dat waren renpaarden en dat zijn huizen die hij had 3 kamer, 4 bedrijven, ga maar door, weet je, allemaal dat soort dingen. Maar uiteindelijk, ik ben er dus mee grootgebracht. En ik ben jockey geweest, ga maar door. Maar uiteindelijk, wat is de essentie, werkelijk essentie van het leven? Is niet die dure reizen, want een retret maken in Nepal of in een klooster. Ja. Je neemt jezelf mee. Ja, ja, met alle... Precies. Ja. Dus uiteindelijk is het mooie dat je, doordat je kan loslaten in zijn geheel, dat je helemaal in jezelf komt. En je ziet het, ik zeg altijd, je kan botox blijven spuiten. Maar je ogen... Ja. Een spiegel van je de ziel. Ja, en je gezicht, je ziet het. Die trekken die mensen hebben. Ja. Die frons. Ja. Precies. Die, nou, dit dat creëer je. Doordat je dingen vasthoudt. Ja. De verbitterheid. Ja. Kijk, op een gegeven moment met mijn sessies ga je steeds, als je steeds meer doorgaat, ga je naar een leven vanuit voltooid verleden tijd. Dus je kan het verleden zien. Maar het is niet meer dat je zegt van, wow, het komt binnen. Je kan zelfs als je boos of hatende van bepaalde situaties... Het doet je niets. En dat is best wel vreemd eigenlijk. Ja. Als je op zo'n level komt, dat je echt zoiets hebt van... Ik bedoel, ik ben er ook naartoe gegroeid. Hè. Het is niet van de ene dag op de andere dag gegaan. En ik vond het wel eenzaam hoor, dat wel. Want? Nou ja, kijk, op een gegeven moment... Je kan veel lezen over spiritualiteit. Mm-hmm. En ik kan bijvoorbeeld collega's hebben. Op de beurs heb ik al jaren gedaan, ben ik op een gegeven moment mee gekapt. Maar uiteindelijk is het zo van... Ja, wie zit op dezelfde level? Ja. Wie heeft dezelfde denken, hè, het gevoel? En dat had ik wel met mijn vader. Die was natuurlijk ook sjamaan. Dus ja, je begreep elkaar. Maar voor de rest, ik heb hier wel met mensen die natuurlijk die komen, die op de ene, al hebben ze nog nooit wat van shamanisme gehoord, ze begrijpen meteen de symboliek, wat ik wat vertel. Noem eens een voorbeeld van wat je net zei, adelaar. Dat is zo'n symbool? Ja, maar ook als ik dus een sessie, zie ik dus dingen in de symboliek. Ja. En als ik die uitspreek, dan begrijpen ze ook meteen wat ik daarmee bedoel. Ja, het is een soort weten, dat je weet dat het klopt of zo. Hè? Ja. Je moet het, want jij zegt zelf al, je ratio is uitgeschakeld. Je moet het dus ook niet gaan rationaliseren, want dan kom je er niet uit. Ja. Toch ben je vaak gevraagd, ook voor bijvoorbeeld laatst voor Rijman zei je, en voor natuurlijk het zesde zintuig waar je aan meegedaan hebt. Merk je dan niet dat mensen daar toch allemaal een beetje zo naar kijken van ja... Het zal allemaal wel. Krijg je veel kritiek? Nee? Het wordt gewoon geaccepteerd. Mensen, kijk, ik word eigenlijk gevonden via internet, via Google. Ja. En ja. De mensen die komen staan al open voor. Ja. Ja. Die zijn eigenlijk al op zoek en van alles. En ik zeg altijd, je website moet je zelf ademen. Ik heb mijn website zelf geschreven. En ja, mensen komen zelf omdat het hun eigen zelf echt aanspreekt. Ja. Ook via Facebook. Dus dat, daar volgen ze mij ook op. En ja, voor de rest, het zijn wel eens een keer mensen die dan op Facebook een keer kritiek geven van je moet meer spiritueel zijn, maar kijk net als wat er in de wereld speelt. Daar zie ik ook van een andere insteek wat er gaat gebeuren. En dat zet ik dan weer op mijn Facebook neer. Dat wordt ook weer gevolgd. Ben ik even benieuwd. Ik ga even de camera verplaatsen, praten we verder. Goed? Oké. Okay. Miranda, je bent dus niet alleen heldervoelend, maar ook een soort van helderziend. En je zegt, je kan wel wat vertellen over wat er eventueel nu staat te gebeuren. Met IS, weet ik, de dingen waar mensen zich het meeste zorgen om maken. Hè? De islam, komt er een derde wereldoorlog, dat soort dingen. Praat je daar ook over? Facebook staat er vol over. Ja? Ik kan me herinneren, jaren geleden, toen had ik een telefonisch consult. En toen zei een vrouw van, joh, we gaan altijd naar Egypte toe. En we willen daar ook een huis kopen. En wat zie je nu bij Egypte? En dat was net maar net in een klein incident. En op een gegeven moment zag ik in één keer allemaal tap, 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 domino-stenen. Omvallen. Ik zeg,
Ik zie dat hele Midden-Oosten daar zo, dat gaat helemaal plat. Dat is jaren terug, hè? En een gegeven moment, nou, dat wordt echt de eerste tijd, kan je het helemaal vergeten om naar Egypte toe te gaan. Maar, weet je, dat doe je in een consult en dan, je onthoudt het wel natuurlijk. Mm-hmm. Zeker als na de hand de boel echt helemaal in brand staat. Maar op dat moment gaat het weer naar de achtergrond. Maar ik heb al lang gezegd, een tijd terug, over hoe het met de vluchtelingen zou gaan en hoe de tolerantie in Nederland om zou gaan slaan, maar ook helemaal in heel Europa en ook de Oostbloklanden, hoe die zullen gaan reageren. Ik heb van alles naar mijn hoofd toe gekregen, maar ik heb wel gelijk gehad. Ja, en ja, dat geeft je dan een soort geloofwaardigheid daarin. Wat kun je nu zeggen? Stel, ik sta op het punt om, ik noem maar wat geks, neem aan dat mensen dat ook wel van je willen weten. Ik sta op het punt om, ik denk, nou weet je wat, ik koop nog een tweede huis. Maar ja, moet ik nou even wachten nog? Komt er nog een nieuwe huizencrisis aan, dat soort dingen? Praat je daar ook over? Ja, zakelijk worden dingen ook allemaal gevraagd. Ja. En wat is nu een goed moment, 2016, om nog iets groots, duurs aan te schaffen? Of kunnen we ons geld beter oppotten? Nou, kijk, weet je, dat heb ik ook op een gegeven moment gezegd met dat spaarverhaal natuurlijk. Mensen worden ook daar natuurlijk op het verkeerde been gezet. We moesten eerst gaan sparen. Nu is de rente natuurlijk veel te laag, dus je moest het aan aandelen gaan stoppen. Dat zou ik juist niet doen, want dadelijk ben je aandelen is natuurlijk sowieso risicovol. Ja. En de crisis is gewoon nog niet afgelopen. Dus het resultaat is, ben je dadelijk alles kwijt. Dan kan je weer gaan lenen tegen veel geld. De huizen, ja, ik ben daarmee grootgebracht natuurlijk met kopen en verkoop van huizen en opknappen. En ik heb die crisis in 1978 toen de tijd gezien. Nee, niet in 1978. Mijn vader kocht toen de tijd een pand voor 46.000 gulden. Die knapte die op. En die verkocht hij voor 78. Mijn oma zou er eigenlijk in gaan, maar die ging uiteindelijk niet. Dus we moesten wel eigenlijk verkopen. En die mensen verkochten het voor 125. Toen kwam die crisis toen de tijd. En die verkochten, die gingen scheiden die mensen, voor 46. Ach. Ik ben dat nooit vergeten. Ja. Vandaar dus dat ik niet in een hele dure buurt ben gaan wonen. Ik heb zoiets van, joh, gewoon doe lekker normaal. Niet veel geld uitgeven en rustig gaan. Want ik zie mensen echt met de duurste toestand in huis, weet je, investeringen. En dan denk ik bij ze, dat krijg je niet terug. Nee. Momenteel is het, zeker qua rente, is het natuurlijk perfect om een huis te kopen. Maar doe het wel binnen je budget. Het is ook de beste tijd nu om te kopen. Okay. Ik verwacht niet echt dat er een hele sterke verlaging nog gaat komen. Nee. In Nondualiteit wordt vaak gesproken over onder andere de vrije wil. Hè? Ben ik hier nu uit vrije wil naar Den Haag toe gereden? Of gebeurde het gewoon? Ik kan me herinneren uit boeken over Indianen, dat Indianen zelfs spreken over, jij bent nog nooit ergens naartoe gereisd. Den Haag verscheen ineens in jou. Kan jij iets met die woorden? Spreek jij ook in die taal daarover? Hoe zie jij, hoe zie jij het geheel? Nou, toeval bestaat niet. Op de een of andere manier word je toch geleid. En dat zou betekenen voor jou eigenlijk. Ja, dan kan je nu ook alweer zeggen van ja, het klinkt simpel. Maar dat je toch ook met jouw vorm van non-dualiteit, dat je ook steeds meer interesse gaat krijgen eigenlijk in de shamanisme. Dat je ook steeds meer die weg aan het opgaan bent. Want kijk, het is natuurlijk wel mooi om het los te laten. Het leven, hè, alles wat je ballast is, los te laten. Maar eigenlijk is het nog veel mooier om totaal in het nu te leven en te genieten van de ingrediënten van de wereld. Ja. Hè, en van alles om je heen. En dat je niet van je gezin, van jezelf, dat je niet alles nodig hebt van, om te laten zien aan anderen van dat heb ik bereikt en dat ben ik en weet ik het allemaal. Dat heb ik gekocht, daar rij ik in. Ja. Is niet de zaken doen. Dat is ego. Hè? Dat is zoals bij Advaita gezegd wordt, dat ik je wat constant bevestiging nodig heeft. Exact. Van je, om je heen. Hè? Maar ja, is dat te voorkomen? Bijvoorbeeld bij jouw kinderen. Jij zal ook zien dat zij denken, ja mama, ik moet echt die dure scooter hebben. Of ik moet echt die dure schoenen hebben. Want anders val ik buiten de boot. Ze hebben het wel gehad, die periode. Maar goed, er zijn piepers natuurlijk voor, weet je. Ik kwam met Amerikaan die ik nog nooit had gehoord. Maar goed. En dan had ik ook gezegd, joh, als je dat wil hebben, dan moet je er maar zelf voor gaan werken. Dat vind ik mooi. Maar uiteindelijk, alle twee. Ze hebben voor mij ook sessies gehad, hoor. Daar niet van. Een aantal. Maar dat interesseert ze ook niet echt, weet je. En ze zijn wel met een opleiding bezig, dat je, maar ook niet in die zin van om daar echt geld mee te gaan maken, snap je? Het is iets wat ze, ja, wat waar hun, ja, zeg maar, hun voorkeur voor ligt. Zij zijn echt technisch, een jongste, die heeft ook deze gaven.
Alleen, hij doet er voor de rest niks mee. Nee, nog niet. Nee, nog niet. Nee. Waar ook vaak over gesproken wordt in non-dualiteit, althans een aantal leraren zeggen, die wereld is maar een illusie. Is de wereld echt volgens jou als sjamaan? Nou, dus het klinkt een beetje dramatisch, hè? Kijk, je kan er twee kanten zien, een illusie. In principe wel. Het is eigenlijk het merendeel, maar ook de mensen zijn een grote luchtbel. Het is te veel uiterlijk vertoon. Poeha. Ja, iedereen, ik zeg altijd, iedereen presenteert zichzelf. Het is niet zichzelf. Dus eigenlijk solliciteer je continu. Hoe vaak ik hier mensen heb die zeggen van, oh jee, wat ga ik zeggen? Als ik dat heb gezegd, hoe wordt er op gereageerd? En allemaal dat soort dingen, weet je. En dat hoofd gaat maar heen en weer. Ik noem het altijd maar een hamsterhoofd. Het gaat maar blijft maar doorgaan. Ook in de nacht als je er nog niet uitkijkt. En ik heb zoiets van, joh, daar draait het helemaal niet om. Het mooie ervan is, kom volledig bij jezelf. Dat je niet ook na de hand gaat denken van, ja, stel dat ik nu in dit interview na de hand moet gaan kijken. Dat ik denk van, jee, wat heb ik nu allemaal lopen zeggen, een stapje. Of wat moet ik dan van tevoren gaan zitten bedenken van, wat zal ik gaan zeggen? Dat ga ik niet doen. Want je weet, het komt wel. Precies, je moet dingen laten komen zoals het komt. Maar je moet vooral vanuit jezelf laten komen. Vanuit je eigen gevoel. En als je dat totaal gaat volgen. En in die zin, je moet het ook een beetje oefenen hoor, in het begin. Dat je echt, als je dingen doorkrijgt, je hoeft niet echt stemmen te horen. Want mensen zeggen, ja, maar ik hoor helemaal niks. Ja, je hoeft niet speciaal een stem te horen. Maar je hebt toch dat je zegt van, je hebt een gevoel dat meerdere keren terugkomt. Ja, intuïtie. Precies. Maar dat kan ook een stem zijn. Dat is eigenlijk heel te weten. En dan ga je steeds meer daarnaar luisteren. En dan ga je steeds meer daarnaar leven. En zo kan je eigenlijk in jezelf ook steeds meer daar sterker in maken. Ja. Maar dan moeten we dus ophouden met te luisteren naar die hamster in onze kop. Die de hele tijd dezelfde patroontjes aan het herhalen is. Ja. Non-dualiteit gaat ook uit van dat er eigenlijk maar één zelf is. Dat ik hier nu eigenlijk met mezelf zit te praten. Ik kan bijna niet anders dat jij het ook zo ervaart. Want jij voelt wat de ander voelt. Je ziet wat de ander ziet. Is er voor jou nog sprake van een individualiteit? Ja, met mezelf zitten praten. Nou ja, spreekt hier gewoon, zeg maar, God tegen God? Zit God hier te doen alsof hij een man en een vrouw is die met elkaar in gesprek is? Of is het gewoon het ene wat zich in allerlei kleuren en vormen beweegt? Nou ja, voor mij, ik ben wel met jou in gesprek. Ja, voor mij is het hetzelfde als ik met mijn klanten in gesprek ben. Maar in die zin. Weet je, omdat het komt waarschijnlijk wel een stukje overeen, omdat je niet echt het gesprek bedenkt, snap je? Ja, het wordt een gesprek. Precies. Het vloeit. Het is het vloeibare, zeg maar, tussen de personen zelf. En daar hoef je niet op te bedenken. Mensen, vroeger kwamen ze wel eens een keer met lijstjes aan, of ze komen nog eens een keertje met lijstjes aan, maar naar de hand, die vergeten ze het dan ook helemaal. Ja. Naar de hand kijken ze op het lijstje en zeggen ze, oh, eigenlijk alles is al gezegd. Ja. En dat is dus normaal wat mensen nogal gauw doen met een gesprek. Weer eigenlijk het solliciteren. Ja. Het presenteren. Van een bedachte zelf. Ja. Precies. Channeling, kun je daar nog eens wat over vertellen? Hoe werkt dat precies? Want een van jouw boeken is door jou heen gekomen vanuit jouw vader, die toen al overleden was. Hè? Ja. Welk boek is dat? Mijn tweede boek. Mijn tweede boek heb ik volledig geschreven in trance van mijn vader. Hoe werkt zoiets? Met het boek schrijven had ik zoiets. Maar ik voelde dus, ik kreeg een droom. En mijn vader liet allerlei dingen zien. En ja, toen voelde ik ook echt het tweede boek dat hij ooit zei van, joh, als die komt, dan wil ik er graag een stuk in schrijven. Maar ja, dat heeft hij helaas dus nooit gedaan. Maar uiteindelijk heeft hij eigenlijk wel het hele boek geschreven. Via mij. Best wel grappig natuurlijk. En ja, toen een gegeven moment, na die droom, de volgende dag ben ik achter mijn pc gaan zitten. En toen zei ik van, joh, neem hem maar over. En ja, weet je, je komt in een bepaalde trance niet dat ik helemaal weg ben. Maar toch, het gaat allemaal automatisch. Je tikt automatisch. Ik zou hem ook echt nooit een tweede keer overnieuw kunnen schrijven. En ja, weet je, het is net als channelen met mensen, met overleden mensen. Het is daarvoor, vroeger had ik dat. Weet je, ik werd sowieso nooit met foto's gewerkt. Ja, misschien in het begin, maar al jaren niet meer. Maar ik kan ook een overledene in je laten gaan. Dus je kan contact maken met de overledene. En trouwens ook met het leven hoor. Die kan ook in je laten gaan. Dan kan ook voelen hoe dat persoon zich voelt. Mm-hmm. En wat die mankeert.
Maar dat is gewoon heel mooi. En vooral juist eigenlijk met de channelen, op de manier zoals ik het doe, dat iemand in je laat gaan. Maar dan ook weer eruit hoor. En ook niet negatief. Maar dan kan je echt de warmte voelen en zo. En bijvoorbeeld mensen die geen afscheid hebben kunnen nemen. Of mensen die toch nog even contact willen maken. Ja. Maar ook, ja, ze kunnen allerlei soorten innerlijk in het gesprek aangaan. Dingen doorkrijgen. En dan, kijk, je kan wel tegen een ander zeggen van, ja, die overledene geeft dat en dat door. Maar ja, is mooi gezegd. Kan ook mooi verzonnen zijn. Ja, precies. Maar in dit voel je zelf. Ja. En is het dan niet eng? Het lijkt me eng. Nee, het is eigenlijk een van de mooiste wat er bestaat. Ja. En ja, waar blijf je zelf dan op het moment dat je overgenomen wordt door iemand anders? Nou, je blijft jezelf. Kijk, de persoon gaat wel even in je. Je voelt ook verschillende energieën. Ik kan ook iemand behandelen. Laat ik iemand in je gaan. En dan behandel ik dat persoon via jou dan, zeg maar. Ja. En aan de hand laat ik dat persoon weer uitgaan. En dan voelen ze de verschillende energie van hunzelf en die andere energie die tijdelijk even in hun lichaam is gegaan. Ja. Maar het is geen ballast voor ze. Nee. En er kleven geen risico's aan. Nee. Dat je de rest van je leven met diegene opgeschreven zit. Nee, ik totaal niet. Nee. Ik heb nog nooit echt, dit is totaal geen negativiteit. Nee, nou, dat is mooi om te horen. Resonantietherapie is dat, zeg maar, dat jij voelt bij iemand waar de knooppunten zitten? Of nee, bioresonantie, dat zijn die flesjes. Ja. Hey, je doet heel veel, hè? Ja. Maar uiteindelijk komt het bij mij allemaal erop op neer dat jij je gewoon openstelt voor wat zich in het moment in de ruimte aandient. He, zo zouden we toch eigenlijk dit hele visitekaartje kunnen samenvatten, of niet? Ja. We noemen het van alles. Ja, ik vind het bijzonder. Even kijken of ik nog een stokpaardje uit de non-dualiteit tegen je aan kan houden. Waar ik ben benieuwd naar ben hoe jij daar tegen aankijkt. Nou, we hebben het gehad over de wereld die dan een illusie zou zijn. We hebben het gehad over vrije wil. We hebben het gehad over het ik in onze hoofd. Zoiets als de dood. Hoe zie jij dat? Ja, weet je, ik ben natuurlijk weer van het geloofspunt anders grootgebracht. Maar ik zie de dood, weet je. Ik heb ook contact gehad met mijn moeder jaren. Nou, dan heeft mijn vader dat meer overgenomen. En het is de dood zelf. Ja, ik zie wel dat als iemand is overleden. Kijk, ik ga nooit tegen iemand lopen zeggen van ja, ze zijn happy boven. Ik bedoel, weet je, dat kan iedereen zeggen. Daar heb je niks aan. Nee. Maar ik zie het overlijden zelf, ja. Ik zie dan wel de mensen op een gegeven moment dat ze weer gezond zijn. Dat ze zijn toch wel een aantal jaren terug in de tijd, zeg maar. En een overledene die geeft bijvoorbeeld ook weer boodschappen positief door. Maar de dood zelf, ja, bang voor, daar ben ik eigenlijk niet. Nee. Als je, eigenlijk moet je ook, zou je eigenlijk altijd moeten afspreken met iemand die overlijdt. Van joh, geef een teken van dat je daar bent. En dat zie je ook heel vaak, hè? Dat je dan dat mensen op een gegeven moment op de lampen gaan of gaan maar door. Mensen die heel kritisch zijn en dan toch ineens zoiets hebben van, hoe kan dat toch zo, weet je? Ja. Maar ja, het is, ik zie dit niet als iets engs, eerlijk gezegd. Nee. En het stopt eigenlijk niet meer, weet je? Je blijft doorleven, maar dan anders. En je kan altijd toch nog, ik bedoel, op een gegeven moment, als bijvoorbeeld iemand is overleden en dan is een kind bijvoorbeeld, een moeder, ik kan me herinneren van een meisje gegeven moment, die moeder was overleden. En die overleden moeder die kwam naar mij toe. En die zag ik echt heel boos. Dat is ook heel bizar eigenlijk als je zoiets vertelt. Maar die zag ik echt heel boos. En we staan te trappelen een beetje van, ja, ik had nog zoveel voor mijn kinderen willen doen. Maar toen zei ik ook gewoon tegen haar, weet je, gewoon in mezelf tegen haar. Van joh, je kan ook vanuit de overledene wereld kan je heel sterk begeleiden. Dat is natuurlijk wel weliswaar minder leuk natuurlijk. Maar je kan wel heel sterk sturen op die manier. Dus worden wij misschien nog gestuurd door onze voorouders? Word jij nu nog geadviseerd door je vader? Ja. Ja? Ja. En hoe merk je dat dan? Is het een bepaalde kwaliteit of een bepaald soort ingeving? Het zijn ingevingen. Het is een gevoel. Ik kan hem ook af en toe horen. En dat... Dus voor jou leeft hij eigenlijk nog? In principe wel. Ja. Ik heb zijn overlijden heb ik voorzien. Ik heb hem ook zelf gevonden. Ik wist ook dat hij overleden was. Dus voor mij, ja, iedereen die er toen op dat moment kwam van officiële instanties, was helemaal... Maar ik wist het. En op die manier
Ik heb zijn verhuurpand geërfd. En op een gegeven moment... Ik bedoel, ik ben atechnisch. Ik speel ook nooit een DVD-speler. Ik weet niet hoe dat ding aangaat. Dus, maar wat is het? Ik had een kapotte cv-ketel erin zitten. En ja, dan krijg je allerlei soorten aanbiedingen. En op een gegeven moment hoorde ik mijn vader echt zeggen... Dat moet je doen. Die firma moet je nemen. En op een gegeven moment, net voor de kerst, was dat ding aangesloten. En twee weken was alles dicht. Koud water, maar een bloedheet huis. En we hadden dus een goede winter. Dus iedereen liep in een t-shirt op. En op een gegeven moment komen er 3 monteurs. Nou, met 3 keer heb ik dus hier thuis laten gaan om te laten kijken van, joh, wat is er aan de hand? En de 4e keer ben ik zelf gegaan, want dat wist ik ook geen. Ik hoorde mijn vader zeggen, dan moet er een andere thermostaat tussen. Dat soort dingen. Ja. En ja, dat heeft hij met heel veel dingen gewoon aangegeven. Van je moet die kant op, met die kant op en dan alles. En ik moet wel echt zeggen, dat is echt een steun geweest. Net als net precies wat je zegt, alsof het je leeft. Ja, alsof hij het gewoon even doorbelt. Ik heb beneden mijn beantwoorder van mijn vaste telefoon. En als ik die indruk, dan hoor ik echt nog, dan hoor je hem zeggen van, joh Miran, bel me even terug. Maar ik heb niet zoiets van, jee, weet je, echt van, oh mijn vader, dit en dat. Maar het contact is nog zo sterk. Dus ja. Ik vind het opvallend. Dit was dus waarschijnlijk ook al zo, terwijl hij nog fysiek aanwezig was, of niet? Want ik heb dat met mijn moeder. Mijn moeder, op dagen dat ik mij niet zo goed voel, dan is altijd natuurlijk mijn moeder een appje van, zullen we even bellen? We wonen 200 kilometer uit elkaar. Vroeger ook een keer een ongeluk met mijn brommer. Mijn moeder hoorde de ambulance, wist dat ik in die ambulance lag. Die connectie tussen moeders en hun kinderen. Ja, dat kent denk ik iedere moeder wel. Hè? Hmm. Hoe komt het dan dat vaders dat misschien minder hebben? Omdat we de hele tijd alles maar hier in ons hoofd zitten te rationaliseren. Of mensen naturen, dat wil ik eigenlijk vragen. Hebben mensen van nature allemaal zo'n connectie met elkaar? Of is het echt iets waar je gezegend mee moet zijn? Ik denk wel dat de ene meer heeft, zeg maar, dat gevoel heeft dan de ander. Niet iedereen heeft zo'n heel sterk telepathisch contact natuurlijk met een kind. Maar dat zijn ook wel vaders hoor, die best wel een contact ook wel behoorlijk kunnen hebben met hun kind. Ja. Alleen het verschil tussen man en vrouw is natuurlijk dat een vrouw is gewoon, en dat zie je gewoon altijd terug, wat betreft hebben mannen gewoon heel vaak gelijk. Vrouwen, ja, zeuren, niet leuk woord voor de vrouwen, maar achter elk probleem komt er een volgend probleem. Snap je? En zo blijven ze doorgaan. En een man die is oplossinggericht en die schakelt de boel uit. Ja. Dus als er iets is, zijn toch waarschijnlijk ook bij die vrouwen veel meer die tentakels, weet je, om in te zoomen van wat gebeurt er. Een man is toch wat meer in het, in de televisie of iets anders, weet je. Ja. Dus dat is toch een stuk, naar mijn idee, uitgeschakeld. Miranda, zou het zo kunnen zijn dat er best wel veel mensen die gaven hebben, maar dat ze daardoor, dat ze daar juist bang van raken en helemaal in zichzelf gekeerd raken of helemaal gesloten? Kom jij hier wel ook mensen tegen waar je denkt, ja, maar meisje, je hebt zelf of jongen, je hebt alle kwaliteiten die ik ook heb. Alleen durft het niet of je sluit jezelf af? Of... Ja, maar het is natuurlijk ook best wel, ik heb voor mij al lang niet meer, snap je? En kijk, op een gegeven moment toen ik dingen ging zien, had ik zoiets van, ja, en dan? Dan moet ik natuurlijk wel weten dat het uitkomt. Ja. Kijk, als ik zeg van, joh, je mankeert dat en dat, of psychisch, dan krijg ik meteen, ik ga ook nooit vragen van, joh, kan je erin herkennen of zo. Mm-hmm. Ik bedoel, ik krijg het door, dus ja, dat is hem. En alleen op een gegeven moment moet je het vertrouwen hebben erin wat je doorkrijgt. En zie je, want nu gaat mijn hoofd gaat in één keer leeg worden. En, want ik ga nu helemaal op dat stuk zitten. Het hele helder zien, het voelen waar we heen gaan. Weet je, dat is eigenlijk, je moet eigenlijk alles vanzelf laten gaan. Je komt allemaal in een flow zonder dat je echt vliegt. Ja. Worden we dan gedragen op de een of andere manier? Of gestuurd? Of is het een geheel verzorgde reis, dit avontuur genaamd het leven? Ja, weet je, ik moet wel zeggen dat ik na mijn vaders overlijden, ben ik het leven toch wel een beetje anders gaan bekijken. Vooral omdat ik natuurlijk van alles nog wat daarna met die verhuur en alles heb meegemaakt. Maar ook, ja, weet je, mensen nemen dingen te veel vanzelfsprekend. En ja, de ware essenties en alles, dat is allemaal, ja, de reis. Als ik nu bijvoorbeeld die grote sterren die van onze tijd natuurlijk gegeven waren. En die zie je allemaal top in één keer wegvallen, denk je.
Pajan. En dan ga je ook beseffen in één keer hoe oud je zelf bent. Ja. En ja, maar dat moet je ook weer niet te veel bij stil gaan staan. Maar het is wel dat, ja, ik vind wel dat ik zelf eigenlijk wel anders naartoe ben gaan kijken. Ja. Maar een reis, weet je, het is met hoe je hem zelf invult. Ja. Het shamanisme, waar heeft dat zijn oorsprong eigenlijk? Ik zie een aantal boeken staan. Is dit iets van de Indianen? Ik kan me iets herinneren dat iemand heeft me ooit eens verteld, en dan corrigeer me vooral als het niet zo is, dat er dus vroeger mannen waren die waren niet meer snel genoeg om mee te gaan op de jacht. Er werd gezegd, nou ga jij het vuur maar aanhouden. En daar ontwikkelde zich om die mensen heen een soort van, ja, daar kwamen mensen hun problemen vertellen. En die mensen waren altijd met dat vuur met één ding bezig. En die werden vanzelf een soort van helemaal open. En daardoor konden zij problemen oplossen voor mensen. Is dat, even heel kort samengevat, is dat de geschiedenis van shamanisme? Ja, kijk, de mythologie komt natuurlijk dat de adelaar was de eerste shamaan die naar de aarde kwam. Mm-hmm. En dat is in die zin dus, die begon het shamanisme. En ja, kijk, voor mij, de adelaar staat in, daarom vlieg je waarschijnlijk ook voor mij uit. Want ik krijg het allemaal door, hè, hoe ik het moet zeggen. Ik bedoel, ik heb het niet geleerd om al die termen te gebruiken. Maar je, kijk, een adelaar ziet natuurlijk. Die voelt ook. Ja. En je kan ook heel scherp zien. Ja. En dat is iets, ja, uiteindelijk is het natuurlijk verder gaan ontwikkelen. Dus uiteindelijk zal het inderdaad mensen zijn gekomen die ook die kracht hebben gekregen. Ja. Dus kijk, wat jij eigenlijk doet is een soort, net als de adelaar, je vleugels spreiden en een soort uitzoomen. Het geheel bekijken van wat er aan de hand is. Maar ook alleen maar de details. Kijk, je ziet niet alleen een breed gedeelte, want dat is niet belangrijk. Je ziet de details. En wat kan je dan met die details? Kan je dan opsporen waarom de kramp zit of het probleem? Of... Ja. De rest is ballast. De rest heb je ook niet nodig. Mensen zijn wel eens een keertje bang dat ik helemaal alles ga zien bij mensen. Maar ik zie alleen wat nodig is. En de rest niet. Ja. En is er één kernprobleem aan te wijzen? Wat geldt voor 8 van de 10 mensen? Wat is voor 8 van de 10 mensen nodig? Meer zelfvertrouwen. Zichzelf zijn. Dat ze, ik zeg gewoon, de kernwoord is het eeuwige presenteren, kwijt raken. Waarderen wat ze hebben. En ja, mensen zijn ook veel te veel bezig met hun plek te veroveren. En als je juist elkaar wat gunt, is het leven zoveel makkelijker. Ja, delen. Ja. Maar ook vooral gunnen. Gunnen. Het gunnen van elkaar. Gebeurt dat niet zo, niet automatisch heel veel? Nee. Dus dat is veel jaloezie en haat eigenlijk in de wereld. Ja. En hoe verklaar je dat? Dat komt dan denk ik uit angst. Dat we bang zijn om de laatste te zijn, de slechtste, iets te kort te komen. Maar kijk, dan kom ik weer op het uiterlijk vertoon. Ja. En mensen, ik vergeet ooit eens een keer dat een zoon van mij, die zat op hockey en jaren terug. En toen zei een man van, ja, nou die heeft toch zo'n sterke uitstraling en die is zo zelfverzekerd, maar... Ik zie natuurlijk de mensen achter de mensen. Ja. Nou, die was helemaal niet zelfverzekerd. Dus je ziet gewoon, ja, die had een bepaalde status en zijn gedrag erbij. Dus mensen, dan krijg je gewoon eigenlijk van, nou, dat straal je uit. Ja. En dat is ook iets, dat is eigenlijk hetzelfde als een popster gegeven moment, een filmster, zich wordt aangemeten. Een imago. Ja, precies, en daar gaan ze naartoe leven. Ja, en dat is heel frustrerend. Ja, dan die raken zichzelf allemaal kwijt. Ja. Kijk, en dan krijg je ook weer geen innerlijke rust. Kijk, op een gegeven moment, steeds meer merk je dat mensen zoeken de weg naar de innerlijke rust. Ja. En dat kan je dat doen door jezelf te zijn. Ja, maar valt dan automatisch je masker als bankdirecteur of als popster dan weg? Of gebruik je het alleen maar op het moment dat je het nodig hebt? Hoe werkt dat dan? Ik denk dat je, voor als die mensen eigenlijk helemaal zichzelf zouden zijn... Dat ze veel happier zouden zijn. En niet voor niks. Waarom nemen ze cocaïne? Waarom nemen ze, wat is het, LSD? En weet ik het allemaal, weet je. Dus het is toch een rush. En ze moeten allemaal. En het is niet alleen de prestatie. Het is ook natuurlijk een stuk ego en alles. Kijk, het is, ego. Ik ken dat hele woord niet meer. Daar draait het hele leven gewoon niet om. Nee. Want als je daarmee bezig bent, ben je met ratio bezig. Ja. En als je dat helemaal los kan gaan laten... Ja. Dus, dan ben je in jezelf. Dus voor jou is een ego-trip, dat is al jaren terug dat je daar nog ooit eens aan meegedaan hebt. Ik zei niet. Een ego-trip. Zeg maar dat je denkt van, wat ik wel eens heb van, ik wil de beste in iets worden of zo. Of ik wil dat iedereen me kent.
wil nog meer websites bouwen, nog meer boeken uitbrengen. Dat is een ego-trip. Ja. Ja. Deze boeken zijn niet ontstaan uit ego. Dat je dacht van nee. Ik ga er niet rijk van. En ik moet ook een boek hebben, want anders tel ik niet mee. Nee, kijk, weet je, ik heb ooit een kolom geschreven. En toen zei eentje van, joh, mag ik het op mijn weblog publiceren? En ik sta mij best. Kijk, dit is toch allemaal anoniem, weet je. Dus niemand kan daar zeggen van, je hebt over mij geschreven. Dus het is echt anoniem. En dat werd zo goed ontvangen. Ze zei, joh, het is echt dat mensen het zo mooi vonden. Want het is ook weer in de poëzie van de shamanisme geschreven. Ook in trans. En zo ben ik eigenlijk door gaan schrijven. Dus toen ik de 78 had, zei mijn man van, joh, waarom ga je het publiek niet publiceren? En ja, dat heb ik dus uiteindelijk eerst dacht, ja, weet je, het boek gaat niet om mij, weet je. Het gaat om de mens. Ja. En mensen vinden, die lezen het, want ze zijn natuurlijk zijn ook genummerd, die columns. En het gaat echt mensen herkennen erin dat andere mensen ook problemen hebben. Dat ze niet de enige in de wereld zijn die met bepaalde issues zitten. En ja, en dat kan ook best heftige problemen zijn. Dus dat is voor hun ook een soort helend effect. En daar is het in eerste instantie eigenlijk helemaal niet voor geschreven. Het ging eigenlijk allemaal automatisch. Ja. Dus ik kan net bijvoorbeeld hier hebben gewerkt. En dan ga ik wat eten, ga ik wat andere dingen doen. En in één keer kreeg ik dan door van, ik moet een kolom gaan schrijven. Achter mijn pc. En dan komt er weer uit, hè? En dan komt er eentje. En daarna ben ik het weer kwijt. Ja. Dan is het ook uit je systeem, hè? Ja, maar op dat moment was het al uit mijn systeem. Ja. Maar dan moet ik toch dat kolom gaan schrijven. Dan word ik weer overgenomen. Want eigenlijk ben ik de hele sessie weer kwijt geweest, ja, weet je. Dus en dan maak ik dat kolom. En dan ben ik weer de sessie kwijt. En in dit geval noem jij het dus je vader die je dan overneemt, hè? Althans voor je boek. Ja. Maar zouden we ook kunnen zeggen dat het eigenlijk gewoon het al is wat jou overneemt op dat moment. Het goddelijke, het ene, de oorsprong. Nou ja, voor mij zijn het de shamanen, de geesten van de shamanen. Ja, die hun werk doen. Ja. Ja. Ja, het maakt eigenlijk ook niet uit hoe je het noemt, toch? Of, ja, de een noemt het engelen. Ja, of, ja, inspiratie. Voor mij zijn het geesten. Ja, en daar is dus per definitie niks engs aan. Want ik kan me toch voorstellen dat mensen denken, oh, shamanisme eng, duistere, occulte rituelen, dat is allemaal eromheen verzonnen. Dat bestaat niet. Weet je, maar het ligt maar aan hoe je het zelf brengt. Ik bedoel, ik las een tijdje terug dat iemand zei, ik heb 20 jaar shamanisme gedaan, ik stop er nu mee. En ik, hoe kan dat dan? Ja, maar die hadden trommeltjes en effeetjes en ga maar door en klankschalen. Ja. Weet je, dan ben je bezig met de buitenkant. Ja. En ja, ik heb daar niets mee. Dus ik ben altijd shamaan, of het nou dag of nacht is, weet je. Ja. En 7 dagen per week. Dus nou, altijd. Dat kan je niet uitschakelen. Nee. Maar ja, dan nogmaals, in sociale situaties, wat je zegt, dan ga je naar de bakker en daar staan er allemaal chagrijnige mensen om je heen. Toch niet zo lekker dan om daar 10 minuutjes te staan te wachten, lijkt me. Ja, maar dat was vroeger veel meer. Ja, dat heb je nu niet meer nee, zo. Ik had daarvoor ook echt naar, bijvoorbeeld zei mijn man van, we gaan mee naar de stad. Dus hoe moet ik het doen? Ja. Al die mensen, al die drukte en alles, weet je. Maar dat kan ik wel nu, dat ik er niet uitschakel, maar het blijft meer daar, hoor. Maar hoe heb je dat geleerd dan? Ja, weet je, mensen zeiden wel eens van, ja, je moet een cape omdoen of in het wit licht. Of je moet je meteen gaan douchen, of weet ik het. Ik heb het met bloesem gegeven, geprobeerd. Uiteindelijk ging dat redelijk, weet je, maar want ik heb jaren ook altijd met bloesemtherapie gewerkt. Doe ik altijd nog wel erbij hoor als extra. Maar ja, weet je hebt dan toch weer iets extra's nodig naar de hand. Je krijgt een soort terugval anders. Maar uiteindelijk heb ik zoiets van, joh, als het niet voor mij is, weet je. Als ik een te drukke dag van mij heb gehad, zeg maar, met impressies. Dan doe ik mijn handen zo. En dan zeg ik, joh, alle energie die van mij gewoon niet, dat gewoon innerlijk, hè. Die van mij te veel is, gewoon tussen mijn handen. En dan kan je ook echt heel veel warmte voelen. Ja. En dan naar elkaar. En dan laat ik het gewoon wegstromen. En dan gaat alles uit mijn lichaam. Ja. En uit mijn geest. Je staat gewoon echt helemaal in contact met dat lichaam ook, hè? Ja. Er is niks aan wat aan jou onopgemerkt blijft, denk ik. Hè? Wat aan energie nog ergens zit te blokkeren of wat dan ook. Toch veel mensen die dit hebben, wat jij net noemde, van niet naar een drukke stad willen en zo. Die worden getypeerd als hooggevoelig, hè? Ja. HSP, Highly Sensitive Person. Is dat dan, zouden die net zo goed dit werk kunnen doen dan, hooggevoelige mensen? Ja, kijk, je hebt heel veel hooggevoelige mensen. En dat is echt een probleem, hoor. Want vooral met die kantoortuinen en alles bij elkaar, weet je.
ik hoor echt best wel veel hier van mensen, niet eens van kinderen, maar wel van mensen op hun werk, dat ze last hebben van die heeft dat humeur en die heeft dat humeur. Ja, en ik kan er ook niet mee omgaan. Ja, dan word je knettergek van. En dat is iets, je moet voor jezelf proberen te zeggen dan van, joh, het is niet mijn energie. Desnoods moet je maar even je moment nemen, zeggen, het is niet mijn energie, terug. Echt daar houden. Ja. Want anders dan overleef je gewoon zo'n dag bijna niet. Ja. En dat is voor heel veel mensen echt een probleem. Ja. En ja, zeg van mezelf, ik heb jaren zowat als een kluisenaar geleefd. Want visite, uitgaan, ergens waar het rustig is. Ja, ja. Dus dat dan anders, ik zeg gewoon, kijk, als jij normaal gesproken heel nerveus zou zijn, dan zou ik hier helemaal gaan zitten trillen. Ja, ja. En dat is ook heel, ja, zeg eens, gaat trillen in mijn gezicht, noem maar op, weet je. En dan krijg ik alle klachten van jou al in mijn systeem. Ja. En dat hebben die mensen dan een heel sterke mate ook. Ja. Maar omdat we kunnen zeggen dat iedereen ermee kan gaan werken, nee. Nee. Maar je zou dan iets positiefs kunnen omturnen. Ik heb die sfeergevoeligheid, zo noem ik het al mijn hele leven eigenlijk. Die heb ik bijvoorbeeld, die komt mij heel goed van pas als ik in een zaal muziek zat te draaien. En ik hoef niet eens te kijken of het publiek het naar zijn zin heeft. Dat is wel duidelijk. En ik voel ook waar het publiek naartoe wil. Ik voel als er wat broeit van een soort ruzietje aan de bar. Dus ik heb dan ook maar gewoon daar een soort kwaliteit van proberen te maken. Van, ja, we hebben een positieve wending gegeven. Ja. Kijk, je kan het. Ik heb het natuurlijk zelf ook jaren negatief gezien, hoor. Dat ik zoiets had van, jongen, weet je, dan kreeg je weer dit. En dan kregen we dat erbij. Dan denk je, hallo, man, houd het eens een keertje op hier zo. Ik bedoel, ik wil ook eens kind normaal kunnen leven. Ja. En, maar als je het om gaat draaien en je accepteert jezelf. En dat is juist het grootste probleem eigenlijk daarvan. Is de acceptatie van het hooggevoelige. Ja. Want het is ook heel mooi om dingen te kunnen weten. Net wat je zegt. Ja. Dat je al meteen voelt van, joh. Dat je niet denkt van, oh, ik ga die zaal in. Ja. En wat krijg ik nu allemaal? Nee. Ja. Oké. Okay. Je stemt je eigenlijk automatisch af. Zonder dat je moet afstemmen. Ja. En alles gaat juist vloeiender. Ja. En dat is voor jezelf ook veel makkelijker leven. Ja. Maar zo'n kantoortuin waar inderdaad 20 mensen op vierkante meter zitten met allemaal hun eigen harde stemmen en parfum en verhalen. Ja, dat is dan misschien gewoon niet jouw plek dan, toch? Je moet toch ook niet tegen beter weten indenken van, hey, ik moet dit kunnen. Ik moet op een kantoor kunnen werken. Ik moet. Ja, maar je kan ook moeilijk natuurlijk allemaal voor jezelf gaan beginnen. En daar heb ik heel veel mensen gezien die knettergek worden van kantoor. En die zeggen van, ik wil voor mezelf gaan beginnen. Ja. Maar ja, ik bedoel, Dit is gewoon gevaarlijk, weet je. Ja. Je hebt je voorzieningen niet. Ja, als zelfstandige. Maar wat zeg je dan tegen die mensen? Dan geef je dus echt opdracht dat ze bijvoorbeeld zo moeten gaan zitten of zo? Of nee, met de armen juist over elkaar. Niet. Ja, dat zei mijn moeder altijd. Ja, dan moet je wat meer zo gaan zitten met je armen over elkaar. Dan blijft het daar. Hè? Nee, maar je moet voor jezelf gewoon zeggen van, innerlijk moet je gewoon zeggen van, alles daar laten. Wat niet voor mij is, daar. Kijk, als iemand binnenkomt en je ziet al iemand. Kijk, je moet ook niet te veel in gaan zoomen op mensen natuurlijk. Dat is mijn probleem, ja. Ik zie al, zo'n testosteronman komt binnen met een hoop poeha. En dan, ja. Tiri-tiri-tiri-tiri, dat is een soort robocop. Is daar al een hele. Ja, maar jij ziet al het grappige daarvan. Ja. Kijk, er zijn net als mensen met vaak, ja, dat wil ze niet beledigen met een pitbull. Die zijn eigenlijk hartstikke onzeker. Ja. En die lopen er echt mee van, kijk eens eventjes, weet je hoe stoer ben ik. Ja. En kijk eens hoe dat je van mij vandaan moet blijven. Ja. Maar, weet je, de emotie daarvan is het eigenlijk hetzelfde als mensen die heel extreem angstig zijn. Ja. En dan helemaal in elkaar duiken. Ja, ja. Het is maar net hoe je het uit. Ja. En dat is iets wat mensen moeten gaan leren van, het is hun onzekerheid of een probleem waar ze thuis mee zitten. En veel mensen hebben dat natuurlijk. Of ze hebben een hypotheek die onder water staat. Dan gaan we door. Weet je, dus die nemen ze mee. Ja. Of ze hebben een ruzie met een partner. Ja. Noem maar een paar dwarsstraten op. Nou, wat is dan het resultaat? Als jij je continu te veel gaat richten op je collega's, dan krijg je vanzelf al die energie naar je toe. Ja. Dus je moet gewoon zeggen van, joh, pst, daar. Jouw ding. Exact. En er dus de onschuld van inzien. Want dat is denk ik bij mij nog wel een dingetje. Dat ik dan soms dat ook meteen als een soort gevaar ga zien. Hè? Oeh, daar komt inderdaad die man met die pitbull. Als die pitbull maar niet gaat bijten. Of als die man daar niet de grote bek tegen heeft. Hè? Ja, dat is inderdaad het verhaal dat het hoofd ervan maakt. Hè? Ja, leuk om daar zo met jou over te praten. Even wat kleine dingetjes voor mensen die iets meer van jou willen lezen. Zo kun je even je boek omhoog houden. Dit is het eerste boek, hè? Ietsje hoger als het kan. Leven vanuit het loslaten van al. Is dat is te bestellen via je website? Ja. Shaman Miran. Maar ook via Bol.com. Ja? En ben ik gewoon via internet. Oké. Okay. Bestellen.
En leven vanuit voltooid verleden tijd. Dat is je tweede boek van Shamaan Miranda. En is er nog een nieuw boek op komst? Ja, dat weet je natuurlijk niet. Ineens kan het er zijn. Een derde boek, ik denk wel dat het er geen moment aankomt. Alleen misschien met de zomer, misschien wat later. Dat ligt maar net aan dat ik weer wordt overgenomen. Ik vergeet nooit dat mijn huisarts, die heeft mijn boek ook gelezen. En die zei, ja, hij noemt dat dan de casus, zo'n sessie. Mm-hmm. En dus ik ben dan wel nieuwsgierig hoe zo'n casus eigenlijk nu eigenlijk ervoor staat. Dus misschien dat ik die kant op ga, ik weet het niet. En wat doet hij mee? Casus, wat bedoelt hij ermee? Hoe die mensen eigenlijk wat ze hebben meegemaakt en behandeld. En wat er dus na die behandeling is voortgekomen. Het vervolgtraject. Ja. Hoe is het goed gekomen of zo? Ja, exact. Hoe zijn ze terecht gekomen? Ja. Oké, je website is shamaanmiranda.nl. En daar kunnen mensen ook met je e-mailen, hè, als ze een consult willen. En het is dus in Den Haag. Hoe heet deze wijk hier? Bouders zit ik in, volgens mij. Is dat Zuid, Noord, West, Oost? Zuid. Den Haag Zuid. Den Haag Zuid. Miranda, hartstikke bedankt. Alsjeblieft.